Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ga zo even mijn vriendinnetje ophalen, Saranda. En wij gaan samen naar Amsterdam, want ik heb een afspraak bij Real Hair Online. En dat is de reden waarom ik mijn haar een beetje half heb gefund. En niet echt heel erg bol heb gemaakt. Want ik krijg waarschijnlijk 2 nieuwe banen van achter, want ik had een leegte. Van achteren bij mijn extensions. En die ga ik dus vandaag ophalen. Dus ik heb lekker mijn extensions hierin. Die ga ik gewoon meenemen. En dan gaat Vonda even opnieuw kijken naar mijn haar. En dan gaat ze zelf de extensions inklikken voor mij. Want ik kan dat echt niet zo goed. Dus ik ga eerst Saranda ophalen. Daarna ga ik naar Amsterdam. Gaan we naar Real Hair Online. Het ligt aan de Kinkerstraat. En daarna willen wij samen nog even naar de IKEA doen. We hebben een paar dingen nodig vandaar. Dus dat gaan we allemaal doen vandaag. Wat ik vandaag aan heb. Ik heb een topje aan. Zo is het helemaal gekreukeld. Ik heb een topje aan van de H&M van de Sale. Dat was 10 euro. Ik heb een blazer aan van de Primark. Deze was 25 euro. En hij zit echt goed. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien, maar ik vind hem echt goed eruit zien. Een horloge om van Armani die ik van de Roermond Outlet heb gekocht. En het heeft me 150 euro bespaard. Dat is echt een tip voor jullie. Ik heb mijn Cartier ring uit Turkije. En ik heb mijn Zara slippers aan die ik ook van de Sale had. Volgens mij zijn ze er nog. Ik weet het niet zeker. En mijn nageltjes zijn van Michelle. Je kunt haar vinden op Michelle Nails Zoetermeer. Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi, kijk hoe mooi. Jongens, ik heb echt voor het eerst in mijn leven een keer overdag Swarovski oorbellen in. Deze zijn goud. Normaal hebben ze altijd heel veel zilver, maar ik draag alleen maar goud. Ik ga nu snel rijden en dan ga ik Saranda ophalen. Ik zie jullie straks. Doei doeg! Ik heb dit gekocht en ik ging hem net hier zo ophangen, maar hij stinkt echt zo erg. Hij is echt zo sterk, ik stik de gewoon van de geur. Ik leg hem gewoon zo hier neer. Ertina is in de auto. Dit is altijd struggle bij ons. Nu moeten we dit ding achter zien te krijgen. Oké, wacht. We gaan dit dan zo doen. Oké, kom. We gaan weer tillen. Oké, jongens. We zijn er eindelijk. Ik krijg dus 1 nieuwe baan erbij. En Funda is nu mijn haren aan het wassen. Ik ga even filmen hoor, Funda. Ja, Aziatisch. Kijk. Alleen deze. Alleen als het nat is borstelen. Ja. Nee, ik ga sowieso niet meer borstelen. Zie, daar komen die krullen weer mooi. Ja, veel mooier nu. Het was eerst een beetje pluis. Nee, ik wil echt. Is hier afgebroken? Dit is mijn babyhaar. Die heb ik laatst zelf geknipt nog. Hij wil niet groeien. Hij is heel irritant. En dan wordt hij alleen maar pluisig. Kun je passen? Ja. Je moet niet zomaar knippen, joh. Maar die groeit niet, hè? Hij wordt alleen maar zo pluizig aan de onderkant. Fijn? Nee, hoor. Ja, sowieso wel beter qua pluisheid. Maar ja. Zo niet helemaal zoals eerst. Nee? Dat het heel nat is. Oh nee, je ziet het niet aan de achterkant. In je tent, dat wordt rammen, rammen. Zet hem met chillen, laat er hangen, hangen. Ik heb nieuwe haar, dat wordt kammen. Nou jongens, wij zitten nu bij Meram in Osdorp. En ik heb mijn extensions in, zoals jullie zien. Het ziet er echt heel anders uit opeens. En we gaan nu even hier eten, want we hebben echt trek. En ik vind deze Meram altijd wel super. Want ja, het water zit, is echt gezellig. Ik ga zo even een lekkere soepje bestellen. En daarna gaan we denk ik mixed grill eten. Nu even rustig, we zijn echt kapot. Oh. Kijk hoe leuk. Jongens, kijk wat een service. Ik zei dat mijn mobiel leeg was. En ik moet echt nog naar huis rijden en ik heb navigatie nodig. Dus kijk eens wat een service. Aan tafel gewoon. We hebben lekker een linzensoepje besteld. Met brood. En een colaatje. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Hey Tina! Hey Tina! Liefie. Broodje kebab heb ik gekregen. Vriend van mij.
patatjes voor, aardappeltjes voor Saranda met rijst. En nog een broodje kebab. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo, ik heb echt een zweethoofd zeg. Niet normaal. Ik heb net Saranda afgezet. En ik ben echt super moe. En wij vielen echt bijna in de slaap in de auto. We zijn echt gewoon fucking moe van deze dag. Dus ik heb lekker een Red Bull gehaald bij de Turk hier. En een zak snoep. En ik ga nu lekker naar huis. Oh, ik heb me echt zo de hele tijd gehaast. En ik ben nu echt vet moe. Ik kan wel in slaap vallen. Dus ik ga even snel Red Bull drinken. Slopend als een kindje de hele tijd in de auto zit te huilen. Dus ik ga lekker nu naar huis. Ik ga even mijn kuppen afwassen. Zo jongens, ik kom net thuis. Ik heb een pakketje gekregen van NYX Cosmetics. Ik ga hem nu uitpakken voor jullie. Oh mijn god, kijk één keer hoeveel ik heb gekregen. Dankjewel. Kijk, ik heb ook nog een kaartje bij. Echt super mooi. Trouwens, dit zijn niet normale liquid lipsticks, lees ik. Het zijn allemaal van die metallic, matte liquid lipsticks. Kijk maar. Kijk hoe gaaf. Ik ga ze zo echt even allemaal uitproberen. Ik ga alvast deze met jullie uitproberen. En dit is gewoon een matte lipstick als het goed is. Ik ga hem even swatchen. Wauw, kijk. Eén keer. Dit is deze. Nee, het is deze trouwens. Dit is de kleur. On the DL Secrets. Ik ga nu even deze uitproberen. Dat is de metallic matte. Kijk, één keer hoe mooi. Echt mooi uit. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, want mijn camera wil niet echt focussen. Moet je allemaal samen mixen, deze kleuren. En dan kan je het gebruiken als bronzer of als blush. Of je hele gezicht voor een sun-kissed effect. Het ziet er echt goed uit. Oogschaduws, highlighters en dit is de blush. De blush is voor mij iets te fel trouwens. Maar ik vind deze oogschaduwkleurtjes echt super mooi. Kijk, deze ooglijk ook. Het zijn echt van die warme kleuren. I love it. En dit zijn de contourpaletjes. Dit is de kleur Fair en dit is de kleur Light. En daar zit bij elke paletje zit er een highlighter. Ik weet niet of je het zo goed kunnen zien. Het is echt mooi uit deze highlighter. Beetje champagne kleurtje. In ieder geval. En deze highlighter die is iets lichter. Ziet er echt goed uit. Het heeft een beetje hetzelfde idee als die contour sticks van Kim Kardashian. Maar dan een beetje in poedervorm eigenlijk. Amsterdam is eigenlijk best wel veel rijden. Ik ben echt blij met de nieuwe producten van NYX Cosmetics. Misschien ga ik even eentje op mijn lip uitproberen. Mm-hmm. Dit is iets van willen, hè? Ja. Het is zeg maar, als je kind hebt zeg maar, dat je zo op die gras en zo kan spelen. Wil jij op de gras spelen of op het kindje? Nee, samen toch? Oh, daar beneden bedoel je? Ja. Oh, dat is echt een mooie kleur. Je stuurt een snap, maar ik vuur de bek. Zeg, ga doen normaal voor mijn vrouwen check.